Polonaise bij Hurley, zorgen voor HGC en jubel bij Rotterdam. Dit is het Rabenhokkig Journaal van maandag 21 november. De eerste competitiehelft bij de mannelijke hoofdklassers zit er op, dus vandaag alleen aandacht voor hen. Om te beginnen bij de mannen van Hurley, die zondagavond in Polonaise de winterstop zijn ingegaan. Want de nieuwkomer versloeg op eigen veld kampong met maar liefst 4 tegen 1 en steeg door deze overwinning naar plaats 10 op de ranglijst. Opvallend, van de 10 punten die Hurley in 12 wedstrijden bij elkaar speelde, haalde de ploeg van Paul Robert Langhout er 6 tegen Kampong. En voor de Utrechters betekenen deze twee nederlagen het verschil tussen een play-off plaats en de waardeloze eretitel Best of the Rest. Maar daar zullen ze zich bij Hurley niet mee bezighouden. Waarmee dan wel? Met 4 maart 2012. Die dag staat de wedstrijd tegen nummer 11 HGC op het programma. Een duel om naar uit te kijken. Overigens viel er in de wedstrijd Hurley-Kampong een rode kaart. Sander de Wijn zag twee keer geel en mocht vertrekken. Het was alweer de vijfde rode kaart in de Rabo-hoofdklasse. Alle reden dus voor spelers en coaches om deze winterpauze eens goed in de spiegel te kijken. HGC doet weer mee, riepen wij enthousiast in een van de eerste afleveringen van dit seizoen. Maar niets is minder waar, want na twaalf wedstrijden vinden wij de Wassenaarders pas terug op de elfde plaats. En dus moet HGC zich serieus zorgen gaan maken, toch, coach Alex Verga? Ja, ik probeer nat natuurlijk uh, niet, niet zoveel aan de ranglijst te uh, kijken en, uh, en, meer, uh, en meer naar de kwaliteit van de spel. Maar op een gegeven moment, ja, we gaan gewoon niet hypocrieten. En dit spel is, is om uh, punten te winnen. En wij winnen heel weinig punten. Maar kijk, als wij creëren niet zoveel, we kan gewoon niet winnen. En, uh, en dat, is, uh, dat is de werk dat wij moeten doen. Door een 2-0-nederlaag in en tegen Laren begon het seizoen voor de mannen van Rotterdam in mineur, maar van die stemming is elf wedstrijden later niets meer over. Zondag nam de ploeg van coach Reinhard Wolf in de mist revanche op de gooise opponent door met 5-2 van ze te winnen. En bij het ingaan van de winterstop staan de Rotterdammers op de tweede plaats achter koploper Amsterdam. En dat terwijl sterspeler Robert van der Horst een groot deel van de eerste seizoenshelft ontbrak vanwege een voetblessure. Kortom, in Rotterdam mag gejubeld worden. De eerste playoff-finale in de historie van de ambitieuze club ligt immers in het verschiet. Zeker als Roderick Weustoff zo doorgaat. De blonde aanvaller heeft er alweer 21 in liggen en is op deze manier hard op weg om dit seizoen nog de grens van 300 hoofdklassegoals te slechten. Tot zover de Rabe Hoofdklasse voor dit jaar. Volgende week ruim aandacht voor de laatste speelronde bij de vrouwen. Vergeet alsjeblieft niet even een kijkje te nemen op hockey.nl. slash want een bijdrage kunnen we altijd nog goed gebruiken. Dag!